Ja, hoi, even hier, even. Haha, hoi, Harmen hier. Harmen Poortman. Ja, niet onbekend van radio, nee. En ik vind het ook eigenlijk best nog wel leuk. Ik denk, weet je wat? Ik kom weer eens even terug. In het audio spectrum. En inmiddels namens bewarendigitaal.nl. Proberen we even een showtje in elkaar te planten. Het nog geen naam. Het komt misschien allemaal nog wel. Maar ja, ik denk, weet je wat, die admiraliteitsdagen die staan voor de deur. En natuurlijk is het allemaal hartstikke mooi. Een Audi, een hartstikke mooie Audi kun je winnen. En het mut ook, en het is, en die sloep ook, dat is echt, ja, hartstikke mooi allemaal. Maar je snapt wel, dat is niet voor de gewone man, hè. Dat is niet voor de gewone man. Nee, dat is niet voor jou en mij. Nee. En daar vind ik wat van. Ik ben er voor de low budget people. De high society, dat redt hem wel. Maar ik ben er voor de low budget people. Ik ben zelf ook zeer low budget. Werkelijk waar, het hele studiootje hier, het Excel allemaal wordt bij elkaar. Shattered. Als ik dan een klant had voor het digitaliseren van films, dan was het vaak zo dat de mensen zeiden van, nou ja, Harmen, had jou dat zo mooi even digitaliseren, die oude bandjes van ons, dan maar staan we onze oude camera wil houden, of onze oude videorecorder. En zo heb ik dat allemaal wat hier bij elkaar vergaard. Maar budget? Nee. Nee, dat is er niet. En succes, een lotje kopen voor een Audi of een sloep, dat zit er voor mij niet in. Want nogmaals, deze studio, dit bewarendigitaal.nl, dat dit er eigenlijk voor de mienskip. Ik zelf zit in een waaion. Dat steek ik ook niet onder stoelen of banken. Maar ik hou er niet veel aan over. En ik vind ook, wij moeten het hier met elkaar allemaal wat doen. En zo kwam er een klant, die zei, Poortman, ik heb hier een hartstikke mooie fiets. Want ja, ik doe ook wel eens wat die fietsen, ik repareer ze en ik koop ook wel eens wat deur. Nou, hij zei, ik heb hier een fiets. Een hele mooie nieuwe fiets. Eigenlijk zo goed als nieuw erin, 2 of 3 keer op fiets. Die mag je wel hebben, zei hij. Nou, ik denk wel, ja, verkopen, ja. Op marktplaats krijg je de prijs er niet voor, dus ik denk, weet je wat, een loterij. Ik doe ook een loterij. Los van de admiraliteitsdagen, laat dat wel verstaan. Maar dit is de fiets, een hartstikke mooie fiets, een gele. En daar wil ik een loterij voor u roepen, maar dan moet ik aan regels voldoen. Dus ik moet de gemeente moet ik vragen om vergunning. En ik in de zomervakantie nemen, ja, je moet wachten. Ja, die mensen hebben allemaal natuurlijk ook vakantie gehad. Die zeggen ook van ja, we zitten hier krijgen in een nieuw gemeentehuis aan de Koningsstraat in Dokkum. En al die zwevende werkplekken, die moeten we allemaal eerst er even in een hoek drukken en dan moeten we weer even uitsorteren met iedereen. Iedereen moet zijn zwevende werkplek weer op de goede werkplek zetten. Dus Poortman, jou bent nog niet aan de beurt. Wacht er jou maar even. En wij kennen jou ook wel, want jou bent niet een van de makkelijksten. Nee, dat weet ik zelf ook wel. Aan de andere kant, er zijn hier wel meer moeilijke schepsels in Dokkum. Ja, ik ken er wel een paar. Ik schaam mij er dan ook niet voor dat ik wel eens een beetje dwars leg. Maar aan de andere kant, wij hebben hier ook volk in Dokkum. Dat is werk waar, het ligt er niet om. Ik ben best slimme mensen. Strijders, creatieve mensen, uitslovers, maar ook strevers. Ook mensen die een hele problemen kennen en die steken hun nek uit en dat staat ze dan ook te prijzen. Dan heb ik het natuurlijk over een Titus Vocht, met onder andere de stichting Ik Ben Wil. En natuurlijk ook jaren de Jumbo heel goed leidt. Maar ja, we hebben ook een Femke Wiersma die het wel even in Den Haag probeert er de neuzen van de Eerste Kamerleden allemaal richting ons te krijgen. En dan bijvoorbeeld Carina Roemers, die het ook van die hele mooie blonde lokken heeft. Die gaat er namens RTV en OE wel eens even heen en komt dan met een schitterend mooi verslag thuis. Ze kennen ook heel goed mensen in de echt verbinden. Nou, dat vind ik wel wat. Dat is wel noemenswaardig en dat mag wel even zijn worden. Bijzondere dokkemer. Hein Joustra niet te vergeten. Topfotograaf. En Maar ja, als ik zeg... Ja, de mut in de Randstad moeten wij wel een beetje vertegenwoordigen. En we hebben ook wel iemand die doet dat in Brussel, of die Herderdeen, of die doet het nog wel. Er is Titie Wilmsma.
Ja, ik denk dat ze daar in Brussel tegen Tietzi zeiden van Tietzi moest luisteren. Dat dog hem daar en wat er omheen leidt en dat volkje, dat wij kinderen maar het beste gewoon een UNESCO werelderfgoedreservaat gaan maken. Ja, dan denkt Tietje van ja, maar daar kom ik niet meer met naar Dokkum. Dus Tietje is in Tietje extra deel hangen blijven. En ik snap dat wel. Ik snap dat wel. Nou ja, en aan Jelle Soeboer. Ja, die moet ook wel eens even. Die moet ons ook wel eens even uit het slop trekken. Maar ja, dan gaat hij ook daarna Den Haag en omtrekken en dan hielden ze met hem om die Eva Jinek heen. Nou, dat is ook wat hoor. Dat valt niet met. Vraag Sake Bosma maar, want die had het ook eens geprobeerd. Nou, die had er een brain training programma voor nodig. Ja, bijzondere dokkemers. Bijzonder dokkem en omstreken. Maar ja, gelukkig hebben wij hier nog op het honk, hier thuis in de thuishaven, hebben wij nog Verder Breusma. Verder Breusma die elke vrijdagmiddag de week afsluit met een hartstikke lekker Bonifatius biertje bij de Bonifatius brouwerij. Aan de Diepswal in Dokkum. En we kennen ook niet zonder Rebecca Slijp. Nee, gelukkig. Die is heel goed met bankjes. Haar jurkje kleurt heel mooi bij die bankjes. Altijd. Nou, dat is ook iets dus heel belangrijk. Ja, want we moeten met z'n allen over de wereld wat mooi maken. Met z'n allen over de wereld kleur geven. En dat doet Rebecca op een mooie manier, ik vind het prachtig. En dat, dan zeg ik van, wij binnen hier met z'n allen wel een beetje moeilijk, maar niet verrot. Nee, we hebben er wat exemplaren tussen. Daar ben ik zelf ook een van. Ik zei, ik geloof het wel, ik ben echt wel best wel een dwarsligger. Ik doe dat met een goed doel. Want ik hou van goede doelen. En daarom ook, kijk eens even naar die fiets. Hartstikke mooie fiets. Je weet dan verloten en dat mag wel, maar dan moet er wel een goed doel aan hangen. Dus dan moet je met z'n allen maar even over nadenken. Wat het goede doel dan wezen moet. Dan heb ik 350 loodjes verkopen aan 2 euro het stuk. En dan zoek ik dan zo'n 700 euro binnenhalen en dan de helft ervan naar een goed doel. En dan moeten we nog een notaris hebben, want dat is allemaal ook verplicht. Nou, ik dacht meteen aan Ilko Bakker. Kijk maar eens even hoe hij hier het dokkumer gezwets uit zijn hoofd leert. Ja, nou ik denk dat doet hij ook met het burgerlijk wetboek. Ja, die man die weet ervan. Ilko Bakker. Dus Ilko, ik vertrouw op dat je stouw naar eer en geweten de winnaar trekt. Zodra de vergunning binnen is, dan app ik die. En dan hebben we weer een zitting. En dan reken ik op die behulpzaamheid. En dan sluiten wij dat ook af met een. Met Verder Breusma, maar met een Bonifatiusbier. Vind ik een goed idee. Nou, tot zover even. Kijk maar even naar die fiets. Hartstikke mooie fiets. Loodjes 2 euro het stuk, mits de vergunning er is. Het wachten is op de gemeente. En wat is Friesland? Budget is er helemaal niet. Want dat zei ik al, dit is hier allemaal een rampzalig soortje, deze studio hier. De enige muzikale omlijsting die ik nog boven water halen kon voor 0 euro, dat was de Chaplin Band. Dus dit stukje, dit hartstikke mooie stukje muziek. Nou, dan moet ik het aan me doen. Vormgeving heb ik verder niet. Geen jingles, geen promo's, geen breaks. Dus ik sluit af met een eigenmaakte showstopper. Met harpoenmedia.nl hadden wij Henk Aatsma en ik hadden dan altijd een hartstikke flitsende showstopper. Aan het einde van onze filmpjes. Nou, het zit er niet meer in. Het is allemaal wegbezuinigd. Dus ik moet het zelf even doen. Mensen, dank u wel. Graag tot de volgende keer. Succes als ik de vergunning ben, dan meld ik mij. Voor nu is het hier. Het houdt even op. En dan tot ziens, tot horens en dag horen in een oude showstopper. Van eigen makelij, komt ie. Tjikaboef, tjuf, boef, tjuf, piu, piu, piu. Peng, 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 toen. Dat was het. Hoi. Doegie.